Blokken Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video. De bedoeling was eigenlijk om Euro Truck Simulator 2 Promos te gaan spelen, maar dat ging niet helemaal goed. Waarom niet? Omdat ik heb input 37 weer gedaan en de game die crashte en het werkte allemaal niet. Dus ik hoop dat dat zondag gefixt is, zodat we daar zondag een video over kunnen maken. Met promos, want ik wil natuurlijk eigenlijk weer iets van een soort van roadtrip doen. Dus dan weten jullie dat vast. Maar voordat het zover is, gaan we allereerst eens eventjes kijken naar nieuwe clips. He, zo nu dan moeten we natuurlijk wel eventjes clips gaan bekijken. Want het is alweer veel te lang geleden dat we hele leuke clips hebben bekeken. Zoals jullie weten stream ik natuurlijk 5 keer per week op Twitch. Dat is maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Woensdags ben ik live op YouTube en de rest van de dagen, behalve donderdag, dat is mijn vrije dag, dan is het namelijk op Twitch en ik zie ook dat we een sollicitatie binnen hebben. We gaan dus eventjes clips bekijken van de afgelopen 30 dagen, oftewel de afgelopen maand. Dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk en dat is wel heel erg hard gegaan. Vroeger, toen ik video's maakte, toen als de reacties in beeld kwamen, kwam er altijd oesh. Denk ik altijd, dus ja, kijk maar. Van de eerste is van Axel Games. Oesh. Start een nieuw spel en maak er een serie van. Oesh. Dat ga ik ook zeker doen, want zaterdag... Al vreselijk. Maar dat deed ik dus vroeger. Reacties in beeld laten komen en als dat kwam, dan kon ik dus aan oesh. Kon ik dus zien, daar ging het geluid wop, ging in één keer omhoog. En dan wist je dus, ah, daar moet hij dus staan. Dus vandaar. Baf tegen politie aan, dat is namelijk met Wim. We waren in 5000 RP, daar zijn we de maffia. En we hadden auto's gestolen. Ja, en Wim die zat weer niet op te letten. Kijk maar. Wat denken jullie zelf? Hey. Sorry. Wim ook heel rustig. Sorry. Ja, zoeken we nog meer opvallen. Ja hoor. Oh, echt waar. Dit is ook wel een leuk dingetje. Dit was vorige week was dit. We hadden de motordienst, Wim en ik. En Harm die wou toch eventjes kijken hoe de motor ook weer zat. Waarom? Heel belangrijk. Niks. Let op, hè. Wat dit is? Wat voor... Dat is niet mijn motor. Hier zijn we niet. Die is van Jantje. Ja, dat zijn we niet van geniet. Wat doe je dan? Wat doe je? Wat doet hij nou? Wat? Dat kan niet goed met die jongens. Dit kan toch niet? Wat is dit? Dit is een aanhouding. Ik vind wel dat hij heel mooi presteert, zo hard. Oh, niet te doen. Al die clips, jongens, is gewoon fantastisch. Kom, ja, Guus die wou of het muurtje inspringen. Oké, okay, doe je nou weer dan? Niet vallen, hè? Oh, ho! Wat? Ho! Ho is! Guus, alles goed? Oh. Ja! Ja, positief. Hoe die dat doet, weet ik niet. Je moet een recherche bij komen. Ja, je moet een recherche bij komen, maar. Ja, leuk. Leuk, leuk, leuk. En diezelfde avond, wat gebeurt hier, wat is dit? Geen idee. Maar dezelfde avond, we hadden dus een motordienst, was dezelfde avond, ook zelf met Harm. En wij gingen dus een, wij pakten alle twee een politiemotor. Dan zien we wel wat er gebeurt. Waar is mijn motor? Daar. Even tanken. Oh! Oh! We stijgen bijna op. Verkeerde knop. Het is toch echt bizar, jongens. Heb ik die jullie al laten zien? Nee, hè? Wim en ik hadden een beetje ruzie. Verderavond. Jojoetjes. Je hebt daar niet haast van. Lobby me rustig. Maar Wim die had dus mijn trailer af. Ga weg met dat ding van je! Dat is mijn trailer! Kom op. Ga weg! Weg met dat ding! Niks te maken, dit zijn mijn pellets! Ja, Cyber's Buddy! Domme! Nu kan ik helemaal niks, hè? Nee, dat moet ook!
Kijk dan wat hij doet, hij slipt die hele trekker weer. Fort met dat krek! Hij vroeg er niet! Ik heb mijn kop in de slot! Jujutjes! Ja. Dat gaan we dus even niet doen, hè. We gaan niet zomaar mijn trillers afpakken. Dat doen we niet. Boom tegen, vol tegen Oudwan. Dat was ook een foutje. Eigenlijk. Wel. Oh. Ja, boe. Rustig. Dan mag het niet zo naar de zijkant van de hoofd, hoor. Nee, moet je wapen op aan. Oh, de paal. Hou je vast, maggeltje. Oh! Niks aan de hand. Oh, er zit een politieagent. Oh, ik reed ook weer alles omver. En we deden dus weer een keertje PUBG. En ja, Jaco die kan niet zo heel goed tegen PUBG, eigenlijk. Ik zou hem door de knietjes gaan, Jaco's Joas. Nee, joh. Dat ben gek. Had ik ook niet hier, hoor. Je kunt wel bang zijn, maar dat is niet nodig. Oh, hij gaat er echt naartoe. Hij zit onder water, die vent. Hier, dat links. Je moet een andere wapen hebben, lieverd. Ja! Zit er niet te mekkeren tegen mij! Zit niet te mekkeren tegen mij! Je moet een andere wapen hebben, lieverd. Ja! Zit er niet te mekkeren tegen mij! Oh, heerlijk. Even kijken, wat hebben we nog meer gedaan? Ik kan hier rijden met een dolly. Ja, dit is niet helemaal goed gegaan. Dan moeten we eigenlijk die andere... Ja, deze moeten we hebben. Dat ging niet helemaal goed. Ik wou hem hier neerzetten. Moet je kijken wat er gebeurt. Maar je giert erover. Daarom zeg ik naar Tim. Rustig. Hoor je me? Ho! Wat is dit dan? Wat is dit? What the fuck? Wat? Span dat ding in. Huh? Wat gebeurt er? Wim die had weer allemaal dingen geplaatst. Ik schrik me een ongeluk. Wim heeft natuurlijk weer zo'n ding neer. God, zonde. Ja, nou. Fijn. Jongens, klutje. Wat is... Oh, Wim die staat ook weer, die blaast zo weer een schuur overal ting aan, hè. Even kijken, wat hebben we nog meer? Blokje van Leematje voor bijna een botsing. Nou, dat waren we ETS aan het doen. Maar het staat regenen. Oh! Oh! Ik zat in die chat te kijken, stop! Ja, dat ging niet helemaal goed. Wat hebben we nog meer? Lars van Benet denkt, Jaco aan, Lars trapt iemand zomaar op zijn bek. Ja, dat was een foutje. 03 vliegt zomaar uit het raam alsof er niks aan de hand is. Ah, wij wilden het. Oftewel, ik vlieg uit dinges. Ja, dat was een foutje. Want in één keer. 3, 2, 1 en. Ploep! Je vloog er zo hard. Jantje, alles goed? En het genige was wel, dat is ook nog een clip. Ik weet niet precies waar het was. Maar ik had mijn gordel niet om, dus dat ging niet helemaal goed. Ik vloog zo door de voorruit heen. Dat ging niet helemaal goed. Maar dan moet ik even kijken, Blok is een collega, dat is allemaal niet zo heel interessant. Ja, hier, deze staat. Ik vloog zo door de voorruit, ik had mijn gordel niet om. Het beeld is een beetje verveeld. Oh nee, what the fuck? Nee, dat is hem niet. 54 voor 04? Nee, er moet een andere zijn. En ik had geen gordel om. En ik heb vloem. Ik vlieg zo door die hele voorruit in. Dat ging niet helemaal goed. Vliegwedstrijd hebben we dus net ook al gehad. Er was een botsing. Ja, kijk, deze is dat. Ik vloog zo het voorraad. Ik had mijn gordel niet om. Ja, hier naar rechts. Oh! Dat heb je dus van als je geen gordel om doet. Dan vlieg je alle kanten op. Dus dat jullie dat even weten. Wat hebben we nog meer? Snelweg. Ja, toen hadden we een bankoverval gedaan. We hadden een bankoverval gedaan. Ja, nou is ze weer buiten. Sorry. Gaat alles goed, mevrouw, nu? Ja hoor. Is er een ambulance trouwens voor haar, voor de zekerheid? Ja, ik kan eentje regelen. Graag. Ik dacht, ja, dan moet ik gewoon weggaan. Dan moet ik nou weg, hè. We gaan ook op aanhouden. Vreselijk toch. Negatief. Ik ga er zo voor door. Meneer, blijf staan. Maar meneer gaat weg. Jujutjes! En
ondertussen hebben we dus wel, hebben we wel gewonnen. En hebben we heel wat geld hebben we dus gekregen. En dat is dan wel heel erg prettig. Want als maffiabaas hebben we niet zoveel geld. En als je maffia bent, dan moet je natuurlijk wel veel geld hebben. Anders ben je geen maffia. Oh, gelukkig grap. Oh, dat... Wel tegen was vanavond, joh. En tot de volgende, man. En veel plezier met je vrienden. Ik kan een opmerking maken, maar dat kan niet. Dankjewel. Dat gaan we niet doen. Ja. Ja. Roos had zeggen, ik heb zin in de komkom. En Lars denkt, ach, ik heb al een augurk. Echt waar. Echt waar. Roos had zeggen, ik heb zin in de komkom. En Lars denkt, ach, ik heb al een augurk. Echt waar, die vrijdagavonden, jongens. Dat gaat helemaal nergens over soms. Echt waar. Zullen we nog één of twee gaan bekijken? Kijken of er nog leuke tussen zitten. Eens even kijken of een die Flying High, die hebben we net ook al gezien. Even kijken hoor. Laat ik stil mooi zingen. Nou, laten we dat maar niet gaan doen, want dat lijkt me niet zo handig. Daar gaan de pellets. Lars schrikt zich rot. Dan waren we aan het jagen. Waarom schrik ik me rot? Jezus, tering, ouwe! Jezus, tering! Ja, dat was onweer. Jezus, tering, ouwe! Oh. Dat was een onweer. Ja, het was een onweer. Ah, dan hoef ik niet weg te bliepen, toch? Nee, is niet nodig. Even kijken, laten we er nog eventjes eentje gaan checken of er nog een leuke tussen zit. En dan hebben we weer even een paar mooie clips bekeken. Of in ieder geval de leukste clips van de afgelopen maand. Moet wel even, natuurlijk wel even goed verwoorden. 5000 AP, avondje farmen, even jagen. Ja, dit, de autoblazer. Ja, dit is allemaal niet zo heel erg spannend. Want dit, ja, deze zijn niet zo heel erg goed bekeken. Dus ik denk dat dit de video voor vandaag is, jongens. Ja, mocht je me nog niet volgen op Twitch, doe het zeker eventjes. Ga naar twitch.tv/blokkiegames. Dan kom je dus hier terecht. En toevallig is Tinus nu live. En klik even op het hartje volgen. En dan hoef je namelijk geen enkele stream meer te missen. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt voor de support. En graag tot de volgende keer. Kalm!